highlights, zegt men. Dat zijn nog altijd hoogtepunten. Goede start van Van der Haar. Die loopt zich dan wel heel snel vast. Rijdt zich snel vast. Iserbiet neemt resoluut de kop. Vindt een uitdaging in de uitdager Van der Poel. En dan Van der Poel die met de volle buit aan bonificatieseconde gaat lopen. Iserbiet doet vooral een goede zaak in het klassement. Bouwt dat verder uit aan de kop. Van der Haar pakt daar ook nog seconden mee. Maar gaat er dan wel een prijs voor betalen aan het eind van het verhaal. Van der Poel zet al een warempel door. En in de tweede ronde lijkt de klus al geklaard. Zeker hier. Maar Iserbiet die vecht geweldig tegen. Ondanks het feit dat hij duidelijk in recuperatie moest gaan op een bepaald ogenblik. Dit liep IJzona verkeerd af. Al was dat paadje nog net iets verder weg dan wij dat van hieruit konden zien. Maar Iserbiet is op komst en vlamt er ook naar toe. Met Iserbiet ben je in het seizoen 2021 nooit helemaal klaar. Laat dat duidelijk zijn. En Iserbiet neemt het initiatief. Van der Poel gaat hier wisselen omdat hij wat hoorde kraken aan zijn frame. Nou, voor zekerheid spelen. Het tempo valt wat terug en dan komen de anderen ook op hun beurt terug. Met Hermans daarbij, met Zweek daarbij, ook Toon Aerts. Heel de wedstrijd achter de feiten aanhollen, maar wel een goede finale rijden. Ook Pidcock gaat dat doen. Ook Pidcock vanuit een wat mindere startpositie zich naar voren gewerkt. Impuls van Iserbiet en dan die kracht van Van der Poel om daar vinnig op te reageren. Daar zag je toch al wel een zweem weer van dat supertalent en van het feit dat er vooral nog overschot was aan het eind. Reactie, blitsreactie op de actie. En dan Iserbiet onder druk zetten. Daar een schuurmoment bij Iserbiet. Die raakt dan wat aan de waggel. En hier gaat hij voet aan de grond zetten. En dan is de cross gereden. Dan gaat hij Van der Poel nog wel in de verte zien rijden. Maar steeds kleiner zien worden. De dans in de achtergrond van de terugkomende Pidcock. Een tussensprintje. Ook weer een blijk van extra klasse. Iedere keer weer naar de voorganger toe vlammen. Tot je alleen bent en weg kunt rijden naar plaats 3. Iserbiet vecht nog voor wat hij waard is. Lijkt nog op het wiel te komen. Zit eigenlijk weer aan het wiel. Maar dat zijn inspanningen die uiteindelijk gaan doorwegen. In het eindverdict, het eindresultaat, is het duidelijk. Van der Poel is gestopt op het WK in Dübendorf met een verpletterende winst. En komt terug, heel eenvoudig, met nieuwe winst.